ben Axel van Blocks en we're helemaal klaar voor om samen met jou de week af te gaan sluiten. Natuurlijk met de Blocks Update als echte kerst op de taart. Wat gaan we daar aan doen? Kijken naar de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Alles dat je moet weten uit de crypto en de economie. Met vandaag de SEC, Mt. Gox komt weer eens voorbij, CleanSpark, grote mining. Ook nog Binance, groot nieuws over naar buiten gekomen dat het niet al te best uitziet. En Wyoming dat dan weer de hele goede kant op gaat met crypto wetgeving. We zetten de streak gewoon voort en dan heb ik het over de streak van belangrijk crypto nieuws dat afkomstig is vanuit de SEC. En weer een nieuwe stap die zij hebben genomen. Maar ditmaal misschien niet zo'n hele verkeerde. Namelijk dat ze Terraform Labs nu officieel hebben aangeklaagd. Het gaat dus om de Amerikaanse SEC natuurlijk, de Securities and Exchange Commission. Die heeft Terraform Labs, dat gevestigd is in Singapore, nu aangeklaagd. Niet alleen het bedrijf, maar ook Dokwon zelf. Die betrekken ze er ook direct bij. Heel kort door de bocht is er volgens de SEC grootschalige fraude gepleegd. Ter waarde van vele miljarden dollars. Dus ja, dat zijn natuurlijk niet de beste aanklachten die je aan je broek kan krijgen vanuit deze partij. Maar het is nu wel echt zover. Als we dan even gaan kijken naar wat er echt textueel zeg maar, wordt beschreven in die aanklacht. Staat het volgende erin. Wij beweren dat Terraform en Dokwon het publiek niet hebben voorzien van volledige, eerlijke of waarheidsgetrouwe informatie. Zoals dat wel nodig is voor een groot aantal crypto activa. Met name voor Luna en Terra USD. Dus ja, nou, het zal geen verrassing zijn. Er is daar zoveel misgegaan. Ook in de hele bedrijfsvoering en daaraan voorafgaand. Dat ze dat hun dus wel kwalijk gaan nemen. Nou, wat verderop in die aanklacht, want die is natuurlijk vrij omvangrijk, wordt er ook nog gesproken over fraude en misleiding, wat ze dus te lasten wordt gelegd. En uiteindelijk hebben al deze zaken dus gezorgd voor enorme, bijna onoverzienbare verliezen voor een groot aantal investeerders. SEC die zegt daar verder nog in dat zowel Dokwon als Terraform samen, de krachten gebundeld eigenlijk, dus vele miljarden hebben opgehaald. Door het ook ongeoorloofd verkopen van cryptocurrencies en ook überhaupt het aanbieden daarvan, wat al twijfelachtig is volgens de SEC. De Terra USD stablecoin is daar natuurlijk een van de onderdelen van, maar ook de M-assets. En dat zijn dan weer eigenlijk een soort digitale activa die weer gekoppeld zijn aan Amerikaanse aandelen. Dat is natuurlijk sowieso glad ijs, maar ook dat wordt in dit geval in deze aanklacht dus echt actief beschreven en ook meegenomen als een van de zaken wat ze hun dus aan gaan rekenen. Terra USD, ja, hoe het daarmee is afgelopen, weet je waarschijnlijk wel uiteindelijk gedaald tot zo'n 35 cent. En ook Luna, dat daar weer mee te maken had, dat moest de prijs van de stablecoin weer stabiliseren, was gezakt van zo'n $80 naar zo'n 10 cent. En ja, met dat soort minpercentages gaat het al hard, maar zeker bij een protocol van deze omvang ging het echt om vele, vele miljarden, tientallen miljarden zelfs, die daarmee dus zijn verdwenen gewoon. Nou, Dokwon zelf weten we inmiddels, tenminste het lijkt er sterk op dat hij in Servië woont. Zuid-Korea heeft er ook al mensen naartoe gestuurd om hem daar op te gaan sporen. De autoriteiten in Servië die zijn er ook mee akkoord, die gaan helpen. En uiteindelijk kan het dus wel eens gaan leiden tot voor het hekje komen in misschien wel de VS. Eindelijk weer eens nieuws van een hele grote oudgediende partij uit de crypto, namelijk Mt. Gox. Dat speelt al jaren sinds die enorme partij failliet is gegaan, hoe dat nu de afwikkeling er precies uit gaat zien. Maar daar is nu dus weer groot nieuws over naar buiten gekomen. In principe ook positief voor Bitcoin, want het volgende is namelijk aan de hand. De twee grootste schuldeisers van Mt. Gox, die zijn er nu mee akkoord gegaan om uitbetaald te gaan krijgen in Bitcoin. En dat is goed nieuws. Het gedeelte van, of een groot gedeelte van de schulden die nog open stonden, gaan ze dus op deze manier ontvangen. Het gaat om het Mt. Gox Investment Fund en ook Bitcoinica. Dat was een Nieuw-Zeelandse exchange, bestaat inmiddels niet meer, maar dus wel gewoon nog een van de schuldeisers bij Mt. Gox. Ze gaan ermee akkoord dat ze 90% van de openstaande schulden gaan ontvangen. Dus een soort korting die ze krijgen, of eigenlijk een premium in dit geval van 10%. Maar dan wel relatief snel en dus ook in bitcoin in plaats van in bijvoorbeeld Amerikaanse dollars. Dat was een andere optie. Ze konden ook wachten tot het hele faillissement afgewikkeld zou worden. Maar dat zou dan nog eens, door schatting, 5 tot 9 jaar kunnen gaan duren. En we zijn al zo'n periode onderweg. Dan kunnen ze dus misschien 10% meer krijgen. Ze hebben gezegd, dat gaan we niet doen. Daarbij zijn het ook de grootste partijen, dus die ook een aardig sturende factor in de ontwikkeling van de markt hebben op die manier. Dus ze hebben gezegd, we gaan voor die 90% en dan gewoon volledig in bitcoin. Ja, dat is
ook nog voor de markt natuurlijk best wel goed nieuws. Als zij hadden gezegd, nee, wij willen een en ander in fiat-valuta gaan hebben. Zou dat betekend hebben dat de curator in één klap een enorme hoeveelheid bitcoin op de markt moet gaan dumpen om het om te zetten in fiat? Dat zou toch best wel een effect daarop kunnen gat hebben? Want vergis je niet, het ging bij Mt. Gox in totaal over zo'n 850.000 bitcoin dat daar bij de hack verloren is gegaan. Niet zoveel bitcoin dat er nog over is of dan gedumpt gaat worden, maar het gaat wel altijd om grote aantallen. Dus dat wil je natuurlijk proberen te voorkomen. Nou, dat is nog niet aan de hand. Het gaat trouwens om zo'n 20% van dat totaalbedrag aan schulden dat er deze twee partijen dan geëist gaat worden. Ze kunnen dat natuurlijk alsnog, als ze de bitcoin zelf hebben ontvangen, toch op de markt gaan gooien. Maar dan zal dat waarschijnlijk wat langzamer gaan. Plus de kans is dan gewoon groot dat ze ook een gedeelte in bitcoin gaan aanhouden. Dus het wordt nog even spannend, maar dit is in de eerste instantie goed nieuws. Bijzonder bericht vanuit Reuters. Die hebben namelijk diepgravend onderzoek gedaan naar Binance. En zij zeggen, we hebben hier wel wat vreemde toestanden ontdekt. Die misschien wel eens zouden kunnen gaan lijken op wat er bij FTX aan de hand is. Nou, dit behoeft natuurlijk wel wat uitleg, want dat is nogal wat. Reuters is überhaupt een grote nieuwsdienst. Het is dus hun eigen onderzoek en hun eigen conclusies die ze hieruit hebben getrokken en naar buiten hebben gebracht. En er komt er in ieder geval op neer dat eventjes geleden was namelijk in begin 2021 er bij Binance met grote hoeveelheden valuta is geschoven. Namelijk zo'n $400 miljoen aan fondsen van Binance US dat naar een investeringsfonds was overgeheveld. Dat was het fonds Merit Peak en toevallig is de CEO van Binance, Changpeng Zhao, ook manager van Merit Peak. Dus daar zitten in ieder geval verschillende belangen bij. Een grote hoeveelheid van Binance US die daar dus naartoe is verplaatst. Ja, waarom dat dan exact is gedaan, die $400 miljoen versturen, dat heeft Reuters nog niet weten te achterhalen. Ze weten ook nog niet zeker of dat het om de goede van klanten gaat. En dat zou het nog wat lastiger maken, want in de voorwaarden van Binance US staat dat alle klantengoeden bij twee partijen zijn ondergebracht, namelijk bij Silvergate en bij Prime Trust. Die derde partij, Merit Peak, die wordt daar dus sowieso niet bij genoemd. Dus dat is te hopen dat het niet het geval is, anders wordt het nog wat lastiger uit te leggen. In diezelfde periode waarin deze transactie heeft gevonden, schrijft Reuters dat Prime Trust ook nog zo'n $650 miljoen aan kapitaal weer overmaakt naar Binance US. In datzelfde kwartaal dat het allemaal is gebeurd. Nou, dan zijn er natuurlijk een aantal vraagtekens die dat oproepen. Nou, daarom heeft Reuters ook wat vragen ingediend bij Binance US. Ze hebben uiteindelijk ook een woordvoerder aan de lijn gehad. Nou, het enige wat die wilde zeggen is dat ze niet kon ingaan op specifieke transacties. En verder dat het om achterhaalde informatie zou zijn. Maar meer wist Binance daar op dit moment in ieder geval nog niet over uit te leggen. Maar goed, uiteindelijk blijkt dat er nog wat anders bij speelt. En dat maakt het dus wat extra lastig. Dat er ook geluiden zijn, volgens Reuters vanuit Binance US, dat verschillende hoge pieven daar niet op de hoogte waren van deze transacties en zich daar wel degelijk zorgen om maken. En ja, dan gaan er natuurlijk wel hele rare dingen gebeuren als er met zo'n grote bedragen geschoven wordt. Nogmaals, het is een paar jaar geleden, maar toch, en daar in het management bijvoorbeeld geen weet van is. We hopen dat Binance hier op korte termijn meer duidelijkheid over geeft of vanuit Reuters dat er meer duidelijkheid komt. De mining sector was tot nu toe bijna altijd kommer en kwel. Langzaam maar zeker komen er steeds vaker wat hoopgevende berichten over naar buiten. Dit is er ook zo een, namelijk de grote partij CleanSpark, grote bitcoin miner ook, die een enorme hoeveelheid nieuwe crypto miners, apparatuur dus, heeft aangeschaft. Die lijken dus ook weer al volop zin te hebben in de toekomst. Dat hebben ze recent vaker gedaan. Dan was het meestal het opkopen van grote hoeveelheden miners die afkomstig waren van failliete concurrenten of bijna failliete concurrenten. Eind vorig jaar november was dat ongeveer, zouden ze ook nog een grote hoeveelheid hebben opgeslokt uit de markt. Die zijn naar verluid afkomstig van Argo Blockchain, of afkomstig geweest daarvan. Maar nu kopen ze een nog grotere lading, namelijk 20.000 stuks. Ook nog eens gloednieuwe apparaten, Bitmain Antminers S19J Pro Plussen. Wel even kort houden, daar gaat het over. 20.000 stuks, ja, dat mag natuurlijk wat kosten. In totaal zouden ze daar $32,3 miljoen voor neer moeten leggen. Ze krijgen wel een soort bulk dealtje, want dit is onder de marktprijs. Want als we namelijk even snel gaan rekenen en gaan kijken naar wat de kosten dan zijn per terahash, per hoeveelheid rekenkracht die je kunt gaan inleveren, komt het neer op zo'n $13,25, terwijl de reguliere prijs, als je gewoon als kleine particulier bijvoorbeeld zo'n apparaat aan gaat schaffen, je uitkomt op $15,09.
Dat betekent dus een behoorlijke korting als je gaat kijken naar de prijs per terahash. En uiteindelijk gaat dit ze wel degelijk een heleboel extra opleveren, want 2,4 exahash per seconde komt ook bij in mining capaciteit. Dat is een groei, niet mis, van 37% voor CleanSpark. Ze zijn nog niet klaar, laat ze ook direct weten, want eind van dit jaar willen ze uiteindelijk een capaciteit gaan hebben van zo'n 16 exahash per seconde. Daarmee moeten ze dus nog wat verder gaan doorgroeien. Maar goed, als ze nog een paar keer zulke stappen nemen, dan gaat dat zeer zeker lukken. Nieuwsbericht dat er wat mij betreft eigenlijk wel uitspringt, omdat het misschien een mooie basis kan gaan leggen voor veel meer staten in de VS. En überhaupt een heel belangrijk ding is voor de Bitcoin. Namelijk een nieuwe wet in Wyoming die het volgende doet. Die gaat het verbieden dat je gedwongen je private keys moet delen. En dat is natuurlijk wel iets wat vrij gevoelig ligt in het kader van verschillende onderzoeken, juridische zaken, werd dat wel eens afgedwongen bij partijen. Maar met deze wet gaat het in Wyoming in ieder geval een stuk moeilijker worden. Het wetvoorstel hebben ze afgelopen woensdag aangenomen. Nou, daarin wordt dit dus verboden. Kunnen ze dus niet meer zonder meer gaan eisen dat die crypto keys allemaal worden gedeeld. Nou, vind je dit interessant? Je kan het hele wetvoorstel terugvinden onder de Disclosure of Private Cryptographic Keys. Het is al aangenomen, het is nog niet van kracht. Dat gaat binnen nu een paar maanden gebeuren. Er wordt gemikt op per juli dat dit helemaal 100% van kracht is. Nou, deze wet is daar verder nog mooi bij. Is in alle gevallen van toepassing. Eén uitzondering daarop, behalve als het informatie betreft die relevant is voor een zaak die echt niet op een andere manier beschikbaar is. Dus als het 100% noodzakelijk is dat er niet op een andere manier bijvoorbeeld kan worden aangetoond dat te goede iemand toebehoren of wat dan ook, waarvoor gelukkig een heleboel andere manieren zijn. Als er echt geen andere opties meer zijn, als alles is uitgeput, dan zou het alsnog afgedwongen kunnen gaan worden. In de wet beschrijven ze het in ieder geval als volgt, als het mooiste om even naar te gaan luisteren. Niemand mag worden gedwongen om private keys te genereren of een private key bekend te maken van een andere persoon in verschillende strafzaken, maar ook in civiele, administratieve, wetgevende of andere procedures. Daarin gaat het allemaal gelden. Het slaat dan allemaal op digitale activa. Digitale identiteit of andere belangen waarbij die private key uiteindelijk komt kijken of waardoor die toegang zou gaan geven, die zullen dus niet meer afgedwongen kunnen gaan worden, tenzij het dus echt niet op een andere manier kan. Dat is even in het heel kort wat erin staat beschreven. Nou, dit is ook al voor, misschien een mooie kans geweest voor Wyoming. Ze zijn al veel langer pro-crypto. Dit is natuurlijk wel de ultieme stap die kant op. Senator Cynthia Loomis is ook een van de crypto-positievelingen samen met oud-Wall Street-investeerder Caitlin Long. Ja, dan heb je natuurlijk een aantal goede namen die daarbij komen kijken. Maar heel belangrijk precedent dat dit misschien kan gaan zetten voor de hele VS. En wie weet nog wel verder. Tot slot nog een blik op de koersen. Koersen op tradingview.com om te gaan zien hoe dat we deze week, in ieder geval wat betreft het werkgedeelte en de cryptowaarde, kunnen gaan afsluiten. We gaan natuurlijk kijken naar de waarde van Bitcoin uitgedrukt in de Amerikaanse dollardata afkomstig van Bitstamp. En we beginnen even met de candles ingesteld op één week. Dat we het hele bereik, het hele plaatje voor deze week tot zover in één oogopslag goed kunnen gaan zien. En dat ziet er prachtig uit, want we plussen nu 11,15%. Je ziet ook meteen waarom dat zo mooi is. Dit hele bereik, dit hele kanaal vanuit die ongeveer $21.500 tot $24.000. Dat we deze ene week van onder tot boven uitspelen. Daarmee komen we dus weer in hetzelfde bereik dat we hier augustus vorig jaar hebben gezien. Dat weten we hier ook nog met die week even te doorbreken. En echt op het hoogtepunt sinds ruim 6 maanden, ruim een half jaar dus terecht te komen. Dat hoogtepunt hield in $25.270. Dus jawel, geloof het of niet, deze week is de $25.000 doorbroken geweest. Het is gelukt. We zitten er nu wel wat onder hoor, $24.180 om en nabij van dat we handelen. Dus wel afgewezen op dit moment op die kwarton, op die 25k in dollars. Maar het is sinds een hele lange tijd weer gelukt. Dat was een bedrag wat we al heel lang naar uitkijken. En daarom is het natuurlijk heel erg prettig om er echt weer eens een keer eventjes aan voorbij te gaan. Nou, wel weer teruggezakt. Je ziet het hier ook direct. Deze lijn die blijkt toch een stevige resistance nog steeds. Zoals je dat hier eerder is geweest. Maar ook hier in de periode juli, augustus vorig jaar was dat het. Nou, dat is in ieder geval onveranderd gebleken. Het blijft lastig om daar doorheen te breken. Dus het blijft even met een kort piekje. Als we op de dagcandles gaan kijken, kunnen we ook heel mooi gaan zien wanneer dat is gebeurd. En nergens minder dan afgelopen gisteren. Dan closen we hem weliswaar met een min van 3,33%, dus dat is weer wat minder om over naar huis te schrijven. Maar daarin wordt dat hoogtepunt van die 25k plus
$270 daarboven zelfs genoteerd. We krijgen een flinke klap wel weer diezelfde dag naar beneden toe. We worden daar duidelijk afgewezen. We donderen flink naar beneden. Close hem dus ook echt flink in de min. Vandaag. Ja, logischerwijs is dat weer het vertrekpunt natuurlijk. Maar weten we dat toch weer een klein beetje goed te gaan doen. We gaan opnieuw een test uitvoeren. Opnieuw de beweging omhoog inzetten naar weer dezezelfde oude resistance line. Daar doorheen komen, ook vandaag lukt dan weer niet helaas. Want we blijven op een hoogtepunt steken van $24.250 exact. Ja, dus we bouncen daar tegenaan, zakken weer wat terug. Maar weten hem nog wel in de buurt daarvan te houden. Een terugval naar dit onderste gebied, die 21.7 zoals hier is gebeurd bijvoorbeeld. Dat zit er nu nog niet in gelukkig. We weten ons zelfs een niveautje hoger op een resistance dat hier eerder was in de weg hier naar boven toe. Vasthouden tot zover als een mooie support. Dat is hartstikke mooi. Ook weer nieuwe hoogtepunten die genoteerd zijn. Dus ook weer hogere laagtepunten. Dus er zit wel degelijk een beweging omhoog in nog. Maar het is wel jammer natuurlijk om te zien dat we hier op die 25k zo resoluut zonder pardon worden afgewezen. Je ziet het hier gebeuren. Dan gaan we er in één klap een hele duidelijke poging doen om daar doorheen te breken. Dat lukt dan nipt. Maar direct wordt dat afgewezen. Komen we daar weer onder terecht. En ja, dan gaat het mis. Dan zakken we echt weer terug tot aan deze lijn. En daarom moeten we nu opnieuw een poging gaan doen om daarvan onderaf weer doorheen te gaan breken. Maar hoe dan ook, die 25k is gewoon weer in het vizier geweest. We hebben er weer even kennis mee mogen maken. We zitten nog steeds in een mooi, prachtig gebied hier aan de bovenkant van deze hele beweging. We zorgen dat we hier of zelfs hier terecht gaan komen. Ja, die lijken voor nu wel weer even overboord. Meer heb ik voor vandaag niet voor je in petto. Volgende week is dat weer heel anders. Want dan sta ik weer iedere werkdag voor je klaar. Hier op het YouTube kanaal van Blocks. Om te gaan kijken naar de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Natuurlijk uit de crypto en de economie. Hoop je volgende week dan ook gewoon weer terug te zien. We gaan eerst een ontzettend fantastisch weekend. Ga ervan genieten. Subscriben, doe dat nog even ergens de komende dagen. Duimpje omhoog en of een reactietje mag natuurlijk ook. En dan zie ik je volgende week graag weer terug. Tot dan. Doeg.